De staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft vandaag op verschillende scholen toiletgroepen opgeleverd. De scholen die in dit project vielen zijn OS Flora 3, OS Masklimmenstraat, Mulo Caprino Allendi en de OS Vredeburg. De leiding van de scholen zijn de staatsoliemaatschappij zeer erkentelijk voor de keuze om de toilettengroep te renoveren. Artiram Charan, schoolleider, vindt dat naast een goed gebouw het ook belangrijk is dat de toiletten in goede staat zijn vanwege het dagelijks gebruik door de leerlingen. Het is een heel bijzondere gelegenheid, vooral voor de kinderen, voor de leerkrachten, voor het schoolhoofd. We zijn zeer tevreden, we zijn heel dankbaar en vooral de opening van de nieuwe toiletruimte. Het is een bijzondere dag. Het is een ruimte waar er dagelijks wordt gebruik gemaakt. Het is voor de kinderen, voor de leerkrachten en ook voor het schoolhoofd. De Staatsolie is een organisatie die groeit en bloeit. En we zijn heel dankbaar voor de directeur van Staatsolie, voor zijn zorg, uitmuntendheid, toewijding. De leerlingen, de leerkrachten en het schoolhoofd, wij zijn eeuwig dankbaar voor de directeur. Naar de mening van staatsoliedirecteur Anand Jagisser is het bedrijf geen vreemde in Jeruzalem als het gaat om scholen te helpen met renovaties. Staatsolie weet dat het economisch niet goed gaat in het land. Vandaar dat het bedrijf probeert via kleine renovaties vooral scholen te helpen, onderstreept Jagisser. Dus we weten dat het economisch slecht gaat in Suriname en dan raakt het onderhoud op de scholen achter. En het is niet bevorderlijk voor de leerprestaties van de leerlingen. Dus we hebben dat budget maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we verhoogd. En we gaan veel meer scholen in de toekomst, in de komende periode doen, tot het beter gaat in Suriname en de overheid haar taak op zich kan nemen. We praten ook met de leerlingen. Als we willen dat ze succesvol zijn, moeten we ze wel de omstandigheden geven waaronder ze optimaal kunnen studeren. Staatsoliemaatschappij gaat proberen meer scholen te accommoderen en ze te helpen in het budget dat zij beschikbaar hebben gesteld.